Sjeer, daar moeten we naartoe. Ja, maar natuurlijk gaan we naar de grootste schommel ter wereld. We zijn er over een paar uurtjes. Nee, ik heb het over deze plek. Huh? Wil je serieus naar een stenenwinkel? Het is niet zomaar een stenenwinkel, maar een souvenirwinkel met geoden. Weet je wel wat een geode is? Geoden zien er van buiten uit als gewone stenen. Maar als je ze openbreekt, hebben ze van binnen een schitterende verrassing voor je. Kristallen! Oeh, schitterende kristallen? Ik doe mee! Ik heb verhalen gehoord over kristallen. Ze geven magische energie af en kunnen je zelf superkrachten geven. Als ik superkrachten had gehad, zou ik nu loopings maken op de grootste schommel van de wereld. Oeh. Ah. Is het echt zo moeilijk om een steen uit te kiezen? Mijn steen moet perfect zijn. Oeh. Oké, neem die dan. Nee, deze wil ik niet. Maar ze lijken allemaal op elkaar. Goeie MC Swag. Je bent zo grappig. We weten allemaal dat elke steen uniek is, net als jij en ik. Kijk nou toch. Heb ik het vernield met mijn blote handen? Hey allemaal, deze steen hebben superkrachten gegeven. Ik zie dat jullie mijn taartplateau hebben gevonden. Taartplateau? Natuurlijk. Mijn naam is Starsky. Ik ben de eigenaar van deze winkel. Ik pak taarten die op geoden lijken. Aangenaam kennis te maken. Ik ben groot liefhebber van geoden en van taart. Ik probeer nu de perfecte uit te zoeken. Een geode dan, geen taart. Laat de stenen gewoon met je praten. Ze hebben veel te zeggen. Als je luistert. Dat geloof je toch niet echt? Of wel? Natuurlijk geloof ik het. Kom maar, steentjes. We moeten praten. Weet je? Ze zeggen dat de energie uit turquoise de waarheid kan vinden. Tenminste, als dit een kristal is en geen taart. Ik voel waarheidsgetrouwe vibraties in mijn lichaam en in mijn ziel. Dit is absoluut een kristal. Dit is een heerlijke steen. Ik bedoel taart. Probeer het nog eens. Ik ken deze steen. Ja, dat brengt geluk. Je kunt geen geluk hebben als je alles uitgeeft aan taart. Hoe heb ik het toch elke keer weer verkeerd? Ik weet het niet eigenlijk, maar ik kan je helpen het verschil te voelen. Shh, ik hoor de stenen niet. Ik denk dat je er gewoon één moet kiezen. Ik weet het, maar ik wil zo graag de juiste kiezen. Ik heb een teken nodig. Hier is een teken. Ik heb de perfecte steen gevonden. Oh, wat voor een is het? Nou, terwijl je ogen gesloten waren, is deze steen gevallen. Uit de ruimte. Ja, hij landde zo voor mijn voeten. Hoe perfect, toch? Het is perfect. De meest perfecte steen aller tijden. Geweldig. Laten we Western Honey halen en gaan rijden. Echt niet? Eerst moeten we het openbreken en kijken of het een geode is. Er kunnen diamanten in zitten. Of misschien wel kleine aliens. Oké, super. Ik breek hem al open. Wat? Wat voor soort steen stuitert? Een buitenaardse steen uit de ruimte. Misschien is wat ik zei wel waar. Dus wat is wat? Adem de verschillen maar goed in. Dat is de geode. Mooi! Dat is de geode. Hoe heb ik het nou toch steeds nog verkeerd? Ik weet het niet. Mijn neus zit vol door al dat stof. Ik raak het verschil niet tussen een roos of een vieze stok. Starsky! MC Swag heeft een steen uit de ruimte gevonden en hij stuitert!
Zoiets heb ik echt nog nooit eerder gezien. Deze ruimtesteen is een glitterstuiterbal? We moeten madame president bellen, nu meteen. Dit zal ze absoluut willen weten. Dit is zo spannend. Wacht. Wat is spannend? MC Swag, je hebt een glitterstuiterbal uit de ruimte ontdekt. Je gaat een nationale held worden. En allemaal omdat je dit gevonden hebt. Genoeg! Ik heb die steen niet uit de ruimte zien vallen. Ik heb het verzonnen, omdat ik wilde dat je je haastte, Neon Cutie. Het spijt me dat ik loog. Je houdt echt van stenen. Dat had ik moeten respecteren. Oh, dus het is gewoon een stuiterbal? Ja, een glitterstuiterbal. Nou, ik deed er ook wel lang over om te kiezen. Misschien bestaan perfecte stenen niet. En misschien is deze glitterstuiterbal sowieso perfect voor mij. Hier is je bon voor de stuiterbal. Hey, een klok. Is dit een 707 aanwijzing? Dat moet wel. Bedankt, Star Sky. Ze is weg. Dat is vreemd. De taart is klaar. Bedankt voor het langskomen. Wat is dat allemaal? Nou, gezien ik het verschil tussen de geode en de geode taarten totaal niet kon raken, heb ik baden gehaald. Dat wordt veel taart eten. Of stenen ruiken.